Wat ik vroeger heel graag las, was science fiction. En daar heb ik echt heel veel boeken van gelezen. En met name Asimov. Dat was echt mijn favoriete schrijver. En daar heb ik heel veel boeken van gelezen. Hij had ook de Foundation Trilogie. Daar heeft hij, dat was op een gegeven moment 6 delen. En er kwamen er nog delen erbij. En dat vond ik, ik vond het prachtig om te lezen. Ik vond de verhaallijnen vond ik leuk. Het was spannend. Het vertelde over verschillende soorten werelden. Ook theorieën, zoals de Gaia-theorie. Ja, ook de psychohistorie, zoals je op een gegeven moment het had bedacht. Voor mijn gevoel klopte dat helemaal. Ik dacht, ja, zo zie ik het wel zitten. Hoe dat allemaal werd beschreven. Ik vond het ontzettend leuk.